Bonjour, dit is de BFRL 480 Lite. Het is een LED ringlamp en het is een van de 5 meest populaire ringlampen van dit moment. En in deze video laat ik je zien waarom. In deze video gaan we 4 dingen doen. Ik ga je vertellen waarom fotografen zo graag werken met ringlampen. Ik ga je vertellen waarom ringlampen zo geliefd zijn bij YouTubers en vloggers. Ik ga over deze ringlamp van alles vertellen, wat die kan, wat die niet kan enzovoort. En tot slot zal ik je een vergelijking laten zien met de gewone BFRL 480. Ik heb er zin in, let's go! It's showtime! Als fotograaf ken je vast wel het probleem dat wanneer je een onderwerp van voor tot achter scherp in beeld wil brengen, dat je dan al snel te weinig licht hebt. Hoe zit dat? Als je een onderwerp van voor tot achter scherp in beeld wil, bijvoorbeeld een groot voorwerp, maar het kan bijvoorbeeld ook gewoon een model zijn, wat gewoon niet dus plat zo staat, maar bijvoorbeeld zo. Als je dan die voorste hand scherp wil en die achterste hand, moet je een kleine diafragma opening hanteren, maar dat heeft ook als gevolg dat er heel weinig licht op de sensor van de camera valt. Kun je een aantal dingen doen om dat te compenseren, bijvoorbeeld een langere sluitertijd, dan heb je sneller bewogen foto's. Maar het allermakkelijkste is gewoon extra licht. En je kunt allerlei extra licht toevoegen aan je camera. Bijvoorbeeld even een flitser op je camera zetten. Maar die gooit het licht over je onderwerp heen, zodat je heel veel schaduwen krijgt. Een ringlamp daarentegen geeft rondom licht. En waar licht is, is geen donker en daar kan dus ook geen schaduw zijn. Ringlampen staan dus ook bekend om hun schaduwvrije foto's en video's. Een andere reden waarom fotografen graag werken met een ringlamp, dat is vanwege de mooie cirkelvormige reflectie in de ogen van het model. Dus een ringlamp geeft je extra licht, zodat je een grotere scherptediepte kunt hanteren. Het licht is rondom, zodat je geen schaduwen krijgt. En je krijgt als bonus een mooie reflectie in de ogen. Wat wil je nog meer? Cool. Dan, YouTube en ringlampen, dat is gewoon zoiets als Samson en Gert. Of voor de oudere kijker, Bassie en Adriaan. Of voor de jongere kijker... Waar het om gaat is dat ringlampen heel geliefd zijn bij YouTubers en vloggers om 2 redenen. De eerste reden is dat door de gelijkmatige verlichting dit ideaal is voor mensen die zich bezighouden met beauty. Als je make-up aanbrengt in je gezicht, dan kun je het met een ringlamp dus perfect zien wat daar het effect van is. Als je dat met normale verlichting bekijkt, dan krijg je altijd een beetje schaduwen hier en daar onder je neus en onder je jukbeenderen en overal. En dan is het maar de vraag wat je ziet, of dat nou door de make-up komt die je hebt aangebracht of dat dat komt door het effect van het licht. Met een ringlamp weet je het zeker, want een ringlamp maakt van je gezicht eigenlijk een soort plat canvas. En doordat het plat is, kun je dus eigenlijk op het canvas gaan schilderen met make-up. Zo moet je het eigenlijk zien. En de tweede reden is dat het een hele simpele, doeltreffende, efficiënte, plaatsbesparende... Wat mis ik nog? Nee, dat was het. Een ringlamp kan dus de taken overnemen van heel veel andere soorten verlichting en dat maakt het ook zo veelzijdig. Je kunt het gebruiken voor een webinar als je achter de computer zit of een presentatie of gewoon om je video's op te nemen. Op deze foto's zie je een kapperszaak die we ermee hebben uitgerust. Volgens mij hebben deze een stuk of 5-6 van deze ringlampen bij ons gekocht. Je kunt er dus ontzettend veel mee. Maar ik wil ook even vermelden dat een ringlamp geen wondermiddel is. Het is geen vervanging van alle andere soorten studiolampen. Als jij gewoon ergens gaat zitten en je kijkt in die ringlamp en je gaat jezelf filmen, nou, dat werkt hartstikke goed. Jij bent hartstikke mooi verlicht. Alleen de achtergrond, daar zie je dan niet zoveel van. Dat komt omdat de camera zich focust op jouw verlichte gezicht. En dan wordt de achtergrond automatisch wat donkerder. Op het moment dat je ook de achtergrond mooi wil uitlichten, ja, dan zul je toch even wat extra softboxen moeten neerzetten. Een ander aspect is dat de ringlamp je gezicht, zoals ik al zei, eigenlijk een beetje plat maakt. En ga je nou voor het esthetische in de film of de foto, dan is het mooier om een klein beetje schaduw en contrast aan te brengen in het gezicht. Dan wat meer over deze specifieke ringlamp, de BFRL 480 Lite. Ik zal hem eens aanzetten, dat is ook wel leuk voor de kijkers thuis. Aan de onderkant vind je een universele spiegelkoppeling. Hiermee past hij op alle gangbare lampstatieven. Dat wil niet zeggen dat je elk lampstatief er maar onder moet zetten. Je moet wel een stevig lampstatief kiezen. Kijk even op de website bij dit product voor een paar goede suggesties. Terwijl hij op het lampstatief zit, kun je deze schroef losdraaien en dan kun je hem kantelen. En ook weer vastzetten. Deze lamp heeft een instelbare lichtintensiteit en ook een instelbare kleurtemperatuur. Je kunt dus bepalen hoe fel die is en je bepaalt ook hoe warm het licht is. En dat doe je met deze 2 draaiknoppen. En wat je hiermee eigenlijk doet is koud en warm licht mixen. Let maar eens op. Ik draai nu de rechter helemaal naar beneden. En dan zie je dat ik alleen nog maar koud licht over heb. En dat kan ik dan vervolgens feller gaan maken. Zet ik dat helemaal uit, pak ik de rechterknop, heb ik het warme licht, maak ik dat feller. En vervolgens kan je dat ook gaan mixen door bijvoorbeeld tussen warm en koud in te gaan zitten. Dan krijg je dus ongeveer dit. Wat betekent dit voor jou? Nou, je kunt zelf dus bepalen hoe fel de lamp brandt. Superhandig.
De instelbare kleurtemperatuur kun je bijvoorbeeld gebruiken om het licht aan te passen naar het omgevingslicht. Als je bijvoorbeeld aan het filmen bent midden op de dag, het zonnetje schijnt door het raam naar binnen en je wil jezelf even wat extra uitlichten, dan gebruik je een warme kleurtemperatuur zodat het mooi in harmonie is met het omgevingslicht. Maar als je bijvoorbeeld vindt dat je er op beeld nogal bleekjes uitziet en zeker in de wintermaanden kan dat nog wel eens het geval zijn, gebruik je een iets warmere kleurtemperatuur en zie je er gelijk al een stuk gezonder uit. Dan komen we bij de accessoires, die liggen hier al een tijdje klaar. En hieraan kun je vooral zien dat deze lamp best wel is toegespitst op gebruik door YouTubers en vloggers. We hebben de spiegel, of zoals in Groningen zeggen, een spiegeltje. En die is natuurlijk bedoeld voor beauty vloggers. Vervolgens een tweedelige telefoonhouder. Dit is een flexibel armpje, die klik je hier zo in. Dan kun je naar keuze een camera hierop zetten. Je kunt ook een camera hierboven opzetten. Of je kunt de meegeleverde smartphonehouder erop draaien. En dat kan ook tegelijk met de spiegel. Kijk, nu heb ik hem even in volle ornaat opgebouwd en je ziet dat je de spiegel en de smartphonehouder dus beide tegelijk kunt gebruiken. Als dat beter bij je aura past, dan kun je als je wil de smartphonehouder ook hier helemaal bovenop erin klikken. Tenminste, gisteren nog wel. Ja, nu nog steeds. Tadaa! De smartphonehouder is compatible met vrijwel elke smartphone die op de markt is. Kijk, dit kun je uitschuiven, klem je je smartphone erin en dan zit hij vast. Je kunt hem door een flexibele armpje kun je hem horizontaal gebruiken, zoals het moet. Mocht jij lijden aan vertical video syndrome, dan kun je hem eventueel ook zo gebruiken. Als jij dat wil, prima, jij bent de baas. Wat hier ook gebeurt, altijd blijven lachen. Stil nou. Nog even over de naam, BFRL 480. Die 480 slaat op het aantal LED-lampjes wat hier achter deze behuizing zit verstopt. 240 gele, 240 witte en daarmee kun je dus samen precies de juiste kleurtemperatuur mengen. Tot slot, een vergelijking met de gewone BFRL 480. Als je dacht dat dit al een complete ringlamp was, de BFRL 480 heeft pas echt veel spul. Die heeft ook een smartphonehouder, heeft ook een spiegel, maar die heeft ook een afstandsbediening. Daarmee kun je de kleurtemperatuur en lichtsterkte op afstand regelen. En je ziet op het display op de achterkant welke lichtsterkte en welke kleurtemperatuur je hebt ingesteld. En dat kan heel handig zijn als je een pietje precies bent en je gaat voor continuïteit en je wil eerder gebruikte instellingen opnieuw gebruiken, dan kun je dus op het display precies aflezen welke instellingen je hebt ingesteld. Anders dan bij deze lamp, want bij deze moet je een beetje proefondervindelijk eraan draaien. Het werkt ook wel en je ziet ook wel waar die ongeveer op ingesteld staat, maar mega precies is het niet. En het laatste verschil is dat je de BFRL 480 ook kunt gebruiken met accu's. Deze klik je op de achterkant en daardoor kun je de lampjes ook gebruiken, ook als je even geen netstroom bij de hand hebt. Nou, tot zover. Ik hoop dat je weer wat wijzer bent geworden. Mocht je het leuk vinden om vaker foto- en video reviews te zien van artikelen die je niet heel vaak tegenkomt op internet, klik dan even op abonneren en geef deze video een duimpje omhoog. Dankjewel.